Okay, let's start. Ladies and gentlemen, good evening. It's a great pleasure to welcome you to this webinar organized by the Elise Foundation and Liberal Friends. My name is Gijs Hartsenberg, and I will be your moderator for tonight. A big thank you goes to the many people who helped us make this webinar possible. As our support group grows and grows, it's not a chance that I can name everybody individually. But I would like to mention Michiel Hoogmoed, who is in charge of the technics, Rudy van der Wel from Liberal Friends for his relentless chase of people who we need to engage, and Luciano for his political intuitions. And again, we are very proud to present tonight's program to you. The pièce de résistance for tonight is undoubtedly Frederik Wittebeck of DEE Hitachi, who is going to tell you all about the BWX300 and why Hitachi expects it to play an important role in the energy transition. Wittebeck's presentation will be followed by Ruud Schalay and Henry Bontebal. Ruud Schalay has been looking at the question of optimization, what is for the Netherlands the most cost-effective route to zero CO2. Henry Bontebal will present in Dutch about nuclear energy in the Netherlands. And he will reflect on the implications of the recent report of the European Commission's Joint Research Center that has classified nuclear energy as sustainable. After the presentations, we will have a panel discussion between the presenters and several other guests that I will introduce to you later on. So let's take a brief look at the time schedule. So we have a short presentation of our treasurer, Albert van der Wijk, at starting in a couple of minutes. And then in another couple of minutes, there's Frederik Wittebeck from GE Hitachi about faster and cheaper nuclear power. And then we have Ruud Schalay at about 10 after 8 and 20 past 8, there's Henry Bontebal. After each of the presentation, there will be room for a few clarifying questions. We will have a chat box. No, I say it wrong. A question and answer box ready for you. There is a team waiting for you and ready to answer your questions. And if these questions seem relevant to the panel discussion later on, they will move on these questions and bring them into the panel discussion. That will start at about 10 past, half, but 20 minutes to 9. And I think we will be closing around 9:30. So let's move quickly to the first presentation. That will be Albert van der Wijk of the Elise Foundation. Albert van der Wijk was trained as a nuclear physicist, but the Chernobyl accident has changed the course of his personal history. Instead of working on new nuclear projects, he became member of a team that investigated the fallout that was the result of an irresponsible experiment with a badly designed reactor. But Albert never lost his faith in the potential that nuclear power has for bringing prosperity that is based on clean and cheap energy. So much that he now volunteers as the treasurer of Elise. Ladies and gentlemen, here's Albert van der Wijk. Dear attendees of this webinar, and I see there are many, thank you all for joining us this evening. I want to take you to 2050. Imagine the Assembly of the United Nations. A young girl with ponytails walks up the stage. She can't be more than 17 years old. With forceful eyes, she looks into the audience and starts to speak. "You have taken away our youth." The world leaders look at each other in shock. What is this girl going to say? "Of course," she continues, "you deserve the credits for creating electricity from the energy of the wind." The world leaders nod in agreement. Yes, there is hardly a sigh of wind these days that escapes from the stunning arrays of wind turbines on the seas and shores of this earth. "Of course," the girl says, "you deserve credits for turning sunlight into electricity." A
Again, the world leaders not in agreement. There is hardly a ray of light these days that wasn't caught by the omnipresent solar planes on the face of the Earth. But have you not noticed that the once called developing countries of the world are now consuming more electricity than the combined developed countries in the early 20s? Has it gone unnoticed by you that when the lights dim on your solar panels and the wind lies down, fossil fuel power plants are still fired as a backup everywhere across the world? Under your responsibility, megatons of carbon dioxide are still emitted into the air. Year after year, our planet is still at risk because you, at this moment, the girl is silent, increasing the drama and the tension among the attendees. You did nothing with the most condensed form of energy that nature has given to mankind. You did not want to include nuclear energy, the source with the smallest footprint, the lowest risk, and the highest reliability. And why? Every year you came up with the same argument that it would be too late and that it would be too expensive. You never asked yourselves, can it be done faster and cheaper? And every year you allowed your backup fossil sources to continue their blasts of carbon dioxide into the air. You have taken away our youth. It's time for us, children of the 50s, to wake up and make you act responsibly and finally allow nuclear its well-deserved slot in the energy mix. ELISA Foundation doesn't want this scenario to happen. So we set out on a quest for acceptance of nuclear energy. It is our goal to convince politicians and civilians alike that putting all our eggs in a single renewables basket is a flawed strategy. We simply cannot ignore nuclear energy. No, we want our children and grandchildren in 2050 to recall that one memorable evening of the 20th of May 2021, the day that their parents and grandparents made a statement, nuclear energy, how it can be realized faster and cheaper. We at ELISA are so happy to be able to conduct this webinar, by now the fourth, by the way, in a series of hopefully many, in such close cooperation with liberal friends. We couldn't have done it without them, and we'd like to extend a great thank you to them. Since nothing in life is free, also our quest and our journey is costly. What we have achieved so far is because of the help of great volunteers and non-financial support of organizations that feel sympathetic towards us. But our battery needs to be charged from time to time too. Therefore, if later tonight you feel this webinar and our activities make sense to you, please feel free to make a small donation. We have Dutch ANBI status, which means your donations are tax deductible. Have a look here at the back. This is where you can go. Thank you, and I wish you a wonderful evening. Thank you, Albert. Frederick, if you prepare your slides, then I will be introducing you. I think you have the floor. Okay, in our last webinar on March 15, 2021, Jacopo Bongiorno has informed us about the investigations at MIT. With his team, he took a long, hard look at the cost overruns of nuclear energy in the Western world. Now, this is a complex issue, and cost reductions can be realized in very different ways. As Frederik Witterbeck will show you, GE Hitachi took the lesson from the MIT study to heart. The company decided it was time to take one of their approved designs and use it to create an innovative reactor for the new market circumstances that are now emerging. This means smaller size, drastically reduced complexity, reduced materials use, quick build, and better options to build in the vicinity of populated areas. So the reactor that Frederik Witterbeck is going to tell you about can be seen as a direct result of the findings of the MIT study. And Hitachi believes that the resulting reactor, the BWRX-300, has the potential to be a game changer.
In the next presentation, you are going to learn why. Ladies and gentlemen, Frederik Fiederbeck. Thank you so much. Thank you for inviting us to this great opportunity to talk to interested nuclear activists and other who are wants to learn about nuclear. We are thrilled to be here. And I don't see how I can fill Albert and G's nice words here in the beginning. I will focus on the product. I hope that you can bear with me if it gets too technical, and I'm happy to take some questions afterwards. My name is Frederik Fiederbeck. I work as the sales director for the Nordics. I also cover the rest of Europe for new build right now. We are a US-based company, and I will go through that in a slide or two. So let's see if I can get this. We are a combination of GE, General Electric in the US, and Hitachi. We are spread all over the world. We have, in my case, we have two portfolios. So we cover most of the nuclear technology and applications that any customer needs. We are the BWR OEM, starting from the 50s. We have continued to develop the same technology over and over the years. And we have now reached a new design that I'm going to talk to you about. Besides that, we are working with fuel design. We have services. We do outage planning. We do outages throughout the world. A lot of the work is carried out in my region here, in that area. We have a test reactor in the US. We have hot cells capabilities and full-scale reactor training facility out in California, San Jose. And now recently, we have also added a full-scale virtual reality version of our training facility and a virtual mock-up of the under vessel and the fuel area. As mentioned before, we come from a long history of nuclear. Dates back to 1930s. And as you see here, we have the number one license, Vallecetos 57. And the technology has never really changed that much. What we have continued to do is to develop it into more and more refined ways of bringing clean power to the people and make sure that it's delivering on schedule and on cost. But that's not why you came here to listen to me. The meat of this presentation will actually start here. The question, can nuclear be deployed faster and cheaper, needs to be detailed some more. I will just turn off my video here since I don't see my full screen. As mentioned, there has been a lot of exercises, research in the area of how to bring nuclear to a relevant and meaningful position in the energy mix, and by that replacing some of the fossil. And the study I reference here is from EPRI, and it shows that there is a step, if you look at the gray area, there is a step somewhere in between $4,000 and $3,000 per kilowatt where nuclear start to take hold. But the real meaningful exchange of positions in the mix starts between $3,000 and $2,000. So that's where you need to be in order to play a future role in the energy mix. This means that we're doing it on commercial basis, but if there is policies in place, for instance, carbon prices or taxes in place that motivates a cleaner energy system, we would, of course, accelerate it. But just by commercial grounds, we will start replacing fossil between $2,000 and $3,000 US dollars per kilowatt. And the trained eye also picks up that, as you see here, that we are actually competing against wind. The wind share
is a bit smaller. And that means that we would go down to the level where basically the fuel is free, the wind is free, and we can compete on that level. And that's not why we don't really want to push any of the others out except for fossil fuel technologies, but it shows how competitive we are trying to be and what we want to be. On the right-hand side, you see a summary of how we try to get there. And the first thing to mention is that we need to simplify the technology, and we need to drive efficient capital deployment, because everyone looking at this sees that capital deployment is a major part of the total cost, and as well as some of the uncertainty in the projects. So we try to, by innovation, remove costs and uncertainty, and then we attack the cash flow to make sure that we reach positive cash flow as soon as possible, and by that lowering the cost of capital. There's also a paradigm shift, you may say, in the economy of many versus the economy of scale. Our idea here is that you can actually become better and more efficient if you try to do smaller parts at a time and incrementally drive innovation or improvement in process, versus if you build a larger one over many, many years and try to replace or redo that a couple of years later. So we believe that by standardizing, by moving our technology in not big size footprint, but rather small size footprint, perhaps 2 years deployment or 3 years deployment, the people working on it can actually gain the experience, gain some knowledge about what went wrong, and have a lessons learned back that they transfer to the next project and become even more competitive. So shorter construction time is what we're aiming for. And the idea here is also to lower down the overall risk exposure. And when I say overall, I also include political risk, because long project that spans perhaps over 2 or 3 mandate periods obviously will be exposed to a change in winds. And the same goes for regulatory area. You every now and then you update your regulatory framework. And of course, that may have implications to what you're building right now, not from a safety standard, but from interpretation. And perhaps you need to have extended discussions. And that's what we try to avoid during the construction, at least. So the question here, can it be deployed faster and cheaper? And the answer is yes, or at least that's what we're finding when we are trying to put the numbers together with our innovation. I wanted to quote this particular quote here we have used before for other reactor designs, and it mirrors the idea of nature being like the best source of simplicity, and gravity is one area that we have used with success before, and also natural circulation, and that's the design basis of this particular reactor. So the X300 that I'm here to talk about, it's the 10th generation. That's the X in the BWRX. So it's the 10th generation boiling water reactor. We have, like we said in the beginning, have had many generations between the 1930s and now. And all of the improvements are captured into this. It's scaled from already licensed ESBWR that we have licensed in the US. And there's some improvement there, but in general, I'd say the overall system is a scale down from the NRC license. We have a design to cost approach, which means that we are targeting to come in below $1 billion for the nth of a kind, which means that when you start to building them, you can look at them as a product. You can think about them very easily. It's not a massive
nationwide investment decision, rather a manufacturing or industrial company decision to, by itself or together with someone else, secure their green supply or carbon-free supply of energy. We have, as I mentioned, significant capital cost reductions per megawatt, and we are, of course, having the world-class safety as it's a development of our earlier technologies. It's capable of load following, so wind and solar, perhaps it's not always there when we need them, but we can work in cooperation with them better with this technology. The technology has been used primarily before for electricity generation, and every here and there you can find also some heat utilization. But this one here is small in size and footprint, which makes it amenable to move closer to the cities and the urban areas where also heat that typically don't transfer very well over distance can be produced and have societal benefits from. We have constructability integrated into design. We have used a lot of technologies that are common in other industries, and I will talk to that in a minute. And we have already initiated the licensing work, and we are targeting to be operational in the 20s. So this is nothing for the future. It's ongoing right now, and we aim to have it operating before we're writing 2030 in our calendar. So how did we end up here, and what was the releasing idea that brought the innovation or the possibility to come down in price and time? It was an innovation that is now patented and NRC approved. It is an integration of isolation valves, which means that the principle from before, where we have tried to make up water if there is a pipe break somewhere out in the system, has been replaced by the idea that if something happens outside the vessel where the reactor reaction happens, we will seal off the reactor, which is a big deal when you look at the supporting systems. So in total, it leads us to more than 50% reduction in construction materials. And it also means that the time, because a lot of the supporting system is built out of concrete and metal, the time for building it is heavily impacted. So to visualize how big impact those blue patented isolation valves has, this is the meaning of it. It takes the ESBWR supporting system and volume reduction wise, take it down 90% to the X300. And what we're left with is a system that cools itself in the isolation event through an isolation condenser and can be done for many, many days. I've listed a couple of systems there you can see that are eliminated in total, and some of them are simplified. I'm not going to go into detail, but that just gives you a feeling of how many systems that we impact or are impacted by these integrated isolation valves. 50% building volume reduction per megawatt and more than 50% less concrete. So much more simple construction. Our legacy in the industry makes things easier when you start to talk with your supply chain. We have already today the larger components that are typically takes a lot of time to get to the site when you're building the long lead materials. We have those already
contracted, and we have deployed them with multiple vendors before. So starting from the top, we have a dryer that has the same features as our ABWR that is in operation in Japan, for instance. ESBWR was also the same type of dryer. The dryer is identical in size, almost to KKM, which is also the size of the reactor vessel. So if I remember from my memory, I think KKM was built as a 355 megawatt unit, 370 something was where it ended up. So it's a bit bigger. It has some different configuration, but besides that, the size-wise, the size is roughly the same. We have steam separator that is similar to others in the BWR fleet that we are having an operation right now. The chimney is a funny story. That it's used in the ESBWR, but it's also been used in the Dodward unit. And it's been simplified in this case, but it's an old technology that we found a very good use for in this product. The fuel side, sometimes a forgotten piece, but the fuel is same fuel as we today use in the Nordics, for instance, and throughout Europe, as well as across the US. We have delivered a lot of bundles. We are confident that this will be the fastest SMR fuel to the market. As many of you know, a lot of, typically, I'd say the fuel, to license a new fuel would take somewhere around 10 years. And that makes the lead time to actually get something on the grid dependent on the fuel. But in this case, we are leveraging the same fuel as we are using today. So the regulator will have plenty of experience to dig in and look at. We are using the same control rod blades. So there's not much difference on the controlling of the reaction. And the fine motion control rod drives is the same that we are using for the ABWR today and what was licensed with the ESBWR. So the MIT report that Albert, I think was, or Jace was referring to in the beginning, that lists a proven supply chain and existing supply chain as a major differentiator. And we believe that's the case as well. And we are very happy with the relations that we have already and the approaches that we get from the industry now to expand that. But we see that as very, very important in order to bring this technology to the market very fast. So here's the shot of the total plan. It's a artistic rendition. The configuration can look a bit different depending on the site, but here's one way of showing it. As you see, there is an integrated balance of plant or turbine island joined then with the reactor island. And just to the right, you see the operator compartment or the operations. It's much more smaller. We have the benefit also by using underground construction. I mentioned it before, it derives from other industries. It's so much smaller in size now. So we believe that we're moving the underground construction down to probably months versus years, which is the typical time to get the reactor island into a position. We use maximum amount of catalog items. And what I say catalog items, it's something that you can buy today and qualify for nuclear use. And that's also a rare way of doing it and rare way of looking at it, as the prior technologies has always been bigger and more complex. Here we're trying to dial back a bit and see what's already available in the industry, what doesn't risk to end up in an obsolescence situation, and what can we use that will help localize, for instance, or broaden the supply chain to massive outbuild of this technology. So we're very happy with that. The off-the-shelf type of
energy generation we have with the turbine and generator. We're lucky to have GE Steam and their great turbines in-house and very short reach from us. But the size of this reactor, it's close to 900 thermal and 300 electric. It's not unreasonable big, which means that we have a lot of turbines to choose from and generators as well. And they are becoming more simplified due to we can use air cooling. So how does it work together with a current system that is in the green transition? What we know right now and what we see coming out from the policy side in EU, but also in US and slowly in Asia, is that hydrogen becomes more and more important component as an energy carrier. We also see that the combination of energy applications in EU, buzzword has been sector coupling, is used more and more, which means that if you have waste heat, meaning that you're only utilizing the electricity from the reaction, you can actually get a separate income stream, as well as providing something that the individuals and society around this plant otherwise needs to buy from another source. And throughout Europe, it's quite common to use a fossil source to heat. And we believe that this will probably be a big market for some areas where they already have a built-up system for selling heat. But we also think that it may help drive the system integration as well as system expansion for the heat market. So we see that as a big component for our customers. And we're happy to modify the product or add the items to the product that we need in order to facilitate that. As I said as well, fossil based heat production, it's a major concern and component in the green transition. The easy to reach transition items is typically the power generation. But the further away you go from power generation, when you move into heat, when you move into perhaps qualified heat, like the industrial heat, and when you move into transport system, that means that you need to come up with ways to fill those gaps that fossil earlier have produced great value. And we believe that we can do that. At the same sites. Heat and hydrogen production is also, this is not too much discussed, but it also means that you would get some benefits by basically having a managed demand side. If you're producing heat and power in combination, you can switch between the two fairly easy. On the balance of plant side without disturbing, air quotes, the reaction, which means that the fuel economy and the benefits with the reaction will stay intact while you are switching between the off-taker or the beneficiaries of the energy created. So if you have a system which can provide heat, for instance, to half a city or something like that, you will have inertia in that system that would absorb more heat easily. And it can also withstand a longer time without heat. If you add to that some heat storage, which is common, especially I've seen it now in Finland, but also here in Sweden, and probably in Netherlands as well, you would add capacity to load form even more aggressively. So if you're bringing this technology closer to society, to urban areas, integrate them fully, you will get grid support and grid help to keep the grid stable and potentially then also bring on more variable resources such as wind and solar.
The capacity factor of the X300 is very high. BWR fleet we have right now, I believe it's up in the 90s. We're aiming at that and higher for the X300. And that means that if you're producing electrons as a carrier here, energy carrier, to be used for later on producing hydrogen, we think that it's going to be hard to compete with that price. And as the grid size or the grids are built out in most of Europe, we think also that the hydrogen piece of the transition can be easily distributed to areas where hydrogen is needed, such as fuel stations for vehicles or industrial parks. It doesn't need to be back to back to our turbine island or reactor proximity. So we think that this has a great opportunity to be in a combined sector coupled system and provide a lot of societal benefits. So I've been rambling away. I don't know if I kept the time now, but I think we're approaching 1.5 hours. The key takeaways here is that we have a target of less than 1 billion, which makes this not a nation decision, it's rather a company decision. We have it operable in the 20s. It's proven technology. There's nothing new. We have taken away stuff, but we haven't added any new exotic stuff that needs long lead evaluations or new licenses. We have heavily reduced the material, and we are looking at a very short construction phase. And just on top of that, it gets very well along with wind and solar. By that, I think I've reached to the end of the presentation. And I'm happy to take a couple of questions now, and I will stay on as well for a panel discussion later on, so you can post some chat questions to me. Okay, there are some questions indeed, some clarifying questions, and I will read a couple to you. A question from Rick Bulk: do you have a diverse secondary shutdown system? Yes. Oh, that's a quick answer. So it becomes very technical, but there is a diverse system. Yes. I got another question about in which countries are the BWRX already operating? Oh, it's in the 20s. So there are no countries right now that are operating. And I don't know if I blocked the scale in the beginning here, but we developed this technology 17. And we have recently got the patent and the NRC approval. And we look to accelerate and hopefully be downselected in Canada, and we'll dive into that licensing program hopefully soon. So we are aiming at the end of the 20s, which is fast in this industry. But unfortunately, I can't point to a operating X300 unit right now. They're too new. All right. I have a question. It's a bit more complicated. You mentioned a capacity factor of about 95%. If you use a nuclear facility for load balancing, the capacity factor will go down to maybe 70%. At least that's a supposition. How does that compare to other fossil-free solutions like gas turbine and sustainable gas? Yeah, that's probably another hour to unpack that. I would say that it compares very well. The idea is that the cost component will drive intermittent production as it looks right now to a very beneficial position. And we will fill up the gap that is needed that may not be sufficient with other baseload sources. Okay, thank you.
And one final question. I've seen that a couple of times. Can you comment on the status of the GE Hitachi PRISM reactor program? Yes, I can. We are utilizing the PRISM reactor technology in a program that is public with the DOE funding. It's a bit, I can't really comment on where we are in the process, but it's called VTR, Versatile Test Reactor, and that's the basis of the technology. But and we are also using the parts of the technology together with the TerraPower team in our combined product called Natrium, that TerraPower is leading, but we're bringing a lot of technology from the PRISM reactor into that work. Okay, yeah, right. One final question, I said it already, but it's a nice one. Is the cooling water requirement identical to that of other nuclear reactors with similar capacity? Well, you probably need to specify that, the cooler water. The cooling water, the amount of water you need for making electricity, I think that's the question. In this case, you can have it close by a river, for instance, or a lake or something like that, and cool it. But that's a separate system, so we're not really using it. We're just lending it and put it back again. But what we have here as well is an air cooling system, because the size is so much smaller. So you don't need those big traditional white towers that are sprayed with water and then evaporate. We have a different solution for that. Okay, so that might be very relevant to many inland situations. In the Netherlands, yes. We have very strict regulations about thermal pollution, as it's called. So that would mean that there's good chances for this system to operate in inland places as well. Okay, that's a good takeaway. Well, thank you for your presentation at this moment. And I think we will have maybe somewhat a larger round of questions at the end of all the presentations. Yeah, but I suppose we now continue with the presentation of Ruud Schalay. Thank you again, Frederik. Frederik, if you can unshare your screen, then Ruud can share his screen with us. Yes, and then in the meantime, I will introduce Ruud. Ruud Schalay has a background in the financial world. He has worked for various banks in the role of derivatives trader and risk manager. And Ruud has extensive experience in modeling different markets, analyzing technology, but also energy trading experience with various financial derivatives. He worked for Nuon in the energy sector, first in the role of risk manager and later as responsible for strategy, business development, and merger and acquisition. He joined the eRisk group in 2009. Now, earlier this year, the eRisk group stood out for writing a report that provided a thorough and independent analysis of the potential of nuclear power in a CO2-free energy system in the Netherlands. This report from eRisk pointed out, among other things, that the question of what an economically optimal route is to such a system was never asked at the climate tables. For tonight, we have asked Schalay quite a difficult question. And that question is, what would be the implications for an optimal choice for the Netherlands if GE Hitachi could realize the claims that have been made here tonight by Frederik? Ruud, the floor is yours. Thank you very much, Gijs. I will try to do this in 10 minutes. I'll give a very brief overview of what we have done for the province of Zeeland. I'll discuss a little bit why nuclear energy is potentially interesting in the mix, and I will quickly discuss the cost range and all the implications. We as eRisk Group, we advise governments and companies on strategic energy issues. We built our own model of the Northwest European market, which we use also in this study to analyze lots of developments relating to energy, like electric transport or heating or anything like that.
won't bother you too much with it. One thing is maybe relevant. Since a few months, I am advising a small Canadian company, General Fusion. They actually develop a fusion reactor, which they hope to have available in the 30s, which is one of the many small, potentially small modular reactors, but then from a completely different technology. I'll quickly go on. Our conclusions of the study we did for Zeeland, which is really an exploratory study, so it's nothing final. You need to do much more work, as one of the advice also, to actually do much more work over the next couple of years. But an important angle of the research we did was the choice of a future in which there is room for industrial growth. And basically, that's also what Seth Forgated in the letter to Parliament of the Ministry of Economic Affairs now almost a year ago, I think, regarding the future of the basic industry in the Netherlands. If you go that way, then you'll need more energy in 2050 than we have than we are using today. So the challenge, what we say, to develop sufficient supply for CO2 neutral energy and feedstock is just huge. And we believe that nuclear energy can be an answer to that question, but a number of prerequisites really need to be satisfied. For a more extensive presentation of what we have done on Zeeland, you can look at our website. Then you have a half hour presentation of me. So if you can stand that after this, then I would advise you to go there. The demand side, because that's I think very important. A lot of debate in the Netherlands on whether you should have nuclear or not in 2050. And what I find very often is that people talk about different 2050s. There's the people who see the world in 2050 as it is today, but then with a slightly larger energy demand. And then there's people who say, well, we only have 1500 petajoules of demand in 2050, which is considerably less than today. We built based our study on a scenario which was developed by Berenschot and Calavasta for the grid operators in the Netherlands. This was the international scenario, which basically says if international markets have it their way, then this is what happens. And basically that also relates to what the Ministry of Economic Affairs said relating to the basic industry. What you see in this picture, you see the demand developments for the residential, so the households, commercial markets, mobility and industry. And if you look at those four blocks, the top of that is the purple block, and then you see energy demand actually going down. But if you add feedstock demand and if you add aviation and shipping, which is very often not done, then you actually see that the total demand in the Netherlands is growing. And why is aviation and shipping, for example, very often not included? Well, it's just simply because it's not part of our CO2 reduction targets. But since the Netherlands actually has a big role in there, we do produce all these fuels today, you might also argue that in 2050, if we are still producing those fuels, and we have produced that fuels for a growing sector, then actually you also need to have renewable energy or CO2-free energy to produce those fuels. And that's what we have taken as an assumption. If you look at what we today produce in solar and wind, so I've excluded anything with biomass or things like that, I just focus on solar and wind, then you see that this little tiny block, green and orange, just in 2020, which is, I think, about 4%. Of this total demand. For 2030, I just assumed the climate agreement. So it has increased considerably, actually exponentially, but it's still a very, very small percentage. And then in 2050, we built our scenario. We said we take 70 gigawatts of wind offshore, which is sort of what we think today is the maximum the North Sea can handle, and then still room for other activities as well. Onshore wind, 20 gigawatts, and solar power, 100 gigawatts. And then we added 9 gigawatts of nuclear capacity, and that's what we try to analyze. And then you see that we have still a huge gap
versus the total energy demand. I have to go very quickly, of course, so I can't really go into all the details of all these assumptions, but what we did is a simulation of 2050 to see what actually happens. And that simulation, we have in the month of March in this graph, and we did this actually with the weather of 2012, just to get a realistic simulation of what could be happening in 2050. What you see in this graph is the yellow block is the nuclear energy, which we say should be used as baseload, because it's actually great that nuclear energy can load follow, but it's also a waste, we think. It's better to just produce baseload, which actually makes renewable energy more effective in doing what it's good at. The dark green area is the renewable energy which can be used for what we call regular electricity demand. And regular electricity demand is all the electricity demand we have today for all those applications, but not for applications like producing molecules, so like producing hydrogen or ammonia or whatever. And then you see on top of those, that dark green area, you see the green line, which is the actual renewable energy production, which is extremely volatile. And we try to make that better handleable by using flexible options like batteries and things like that. So the flexibility comes in with the orange areas, and the red areas are the backup capacity needed, which is then assumed to be hydrogen. So on top of everything we have here, the blue area is if you use all that additional renewable power to produce molecules, so to produce hydrogen or ammonia or methanol or whatever. And then you see this line on top of the graph, the dark blue line, which is the average total energy and feedstock demand. So basically what you're seeing is that there's still a huge gap between the top of the blue area and the dark blue line, which still needs to be imported. So if we say, because we call this scenario an independent growth scenario, it's still, we still will be very much dependent on the outside world for our energy imports. Today, we talk often about the energy-only market, and people say, why do you not buy nuclear energy when it's, and people say it's, oh, it's not so expensive, etc. So you could basically just build it. That's always what Minister Wiebes said. The loquet is open. But if you look at the market, then you know that if you have a nuclear power plant, which comes at marginal cost of, say, anything between 20 and 30 euros per megawatt hour, and you have to compete against an increasing amount of solar and wind capacity, then you will always lose. But the question should be, that's at least what we argue, not whether this energy-only market gives you at any hour in time the most cheap price, but whether it gives you the best price over the whole year. And if you have a certain amount of solar and wind capacity set up, and you have this nuclear energy as baseload, then this total capacity simply produces a certain amount of energy per year. And you like to produce that certain amount of energy as cheap as possible. That's the left graph. And if you look at the right graph, then we say, okay, now we produce exactly the same amount of energy, but without nuclear energy. And then the only thing you need to compare is whether the left graph is cheaper or more expensive than the right graph. And what you see on the right graph, that the gas, the hydrogen power stations, which you will need for backup, that's more, because that's not 20, but 30 gigawatts. And you see that you need a little bit more renewable energies to actually produce the same amount of energy per year. What we argue is that what you will see if you make an extensive study into this, that the left graph gives you actually a cheaper solution at the end of the day than the right graph, despite the fact that nuclear energy looks more expensive in this graph, and according to the old energy-only market model, would probably not qualify.
In our study, we looked at all kinds of projects which are ongoing today. And they all start at a price of 4,000, 5,000 euros per kilowatts. At least that's what they say. And so far, if you look, for example, at the European projects, then they have ended up actually not even in the red area, but way beyond that red area. And why is that? Well, it's because of two big reasons. One is the, what we call the BAC, that's basically the financing cost, the weighted average cost of capital. And the other one is the construction period. The construction period is every time much, much longer than anticipated at the beginning. And the financing costs are higher than what could be possible if you would make use of actually what happens in practice, namely that governments are basically guaranteeing all these power stations. So if you look, for example, at France or in the UK is even a better example, then the financing costs are relatively high, where every time that something goes wrong, at the end of the day, the government steps in. So if the government steps in anyway, my argument would be, well, then just guarantee it, because otherwise you're just spending taxpayers' money on financing banks. If you look at the projects, the current European projects, then you see the purple dot, which is at a financing cost of roughly 7%. It depends a little bit, of course, the different percentages, but at construction periods of 17 to 20 years. Actually, we don't even know, because not one of the three big projects in Europe is finished so far. And what I understand from GE Hitachi today also is that they will be able to offer the same plants in this blue dotted line. So depending on the financing cost, it will anywhere be between the potentially, well, whatever, 3,000 euros or more, if they can build it within the time frame we have just heard and is promised. I will conclude. There's, of course, there's GE Hitachi, but there are many other projects. I already saw in one of the questions that isn't there also this NuScale project. Yes, there is. There's a U-Battery project. And there's General Fusion. And they're all small sized reactors. NuScale, I think, is 77 megawatts. U-Battery is something like 5 to 10 megawatts, basically designed to produce for 4 years as a kind of a battery, and General Fusion is aiming for a 230 megawatts power station, which will be, and all these projects actually are supposed to be viable at the end of the 20s, early 30s. A lot of private capital is going into these companies, and actually not only private capital, also, for example, NuScale, I think, got a big subsidy from the US government. General Fusion has gotten some grants from governments, and U-Battery is actually designed, was founded by the Delft University and Manchester University together with Urenco. But these are just a few examples. There's I think, almost 70 or 80 of these examples of these companies which can actually deliver the next 10 to 15 years their first power stations. Well, I think this was my last slide. Yes, this was my last slide. Thank you very much. Thank you, Ruud. I think I see one question. I'll just read it out. When wind and solar is causing electricity prices to be so low that even nuclear plants must turn down output, how does the wind solar itself stay in business? I think, first of all, that's a very good question. And I also do not believe that wind and solar, especially wind and offshore wind, will be able to maintain the current subsidy-free program. Because if you look at the market and if you see that prices can only go down in the future, then nobody is going to finance it, obviously. There's one big if, that as long as we maintain the current market structure and as long as there is
this backup capacity, which every now and then needs to come in, then that will take prices up considerably. Because even if power plants only produce, say, 200 hours or so per year, then they will charge prices per hour of probably 1,000, 2,000 euros, which will take average prices up. But I find it also difficult to believe that in the current market, and that's also why we think that the current energy-only market is not sustainable. I find it difficult to believe that this current market structure will hold into the future. Thank you. I think then it's time to move on to our next and final presentation. Ruud, if you can unshare your screen, then we'll make room for Henry Bontebal. Yes. And I will, and Henry, if you will be preparing your presentation, then I will introduce you. Henry will present in Dutch, but I will do his introduction in English because I've written it in English already. Henry Bontebal studied physics in Leiden, and he has worked in the energy sector in various roles since 2007. Last 6 years, he worked as a strategist and at a grid operator, Stedin. He follows the energy transition closely and also the developments in the field of nuclear energy. Henry Bontebal is also politically active and ranks 17th on the candidates list of the Christian Democrats. He describes his position in the nuclear energy debate in the following way. Yes, we have to get back to work, but not at the expense of everything. So here too, a rational approach, please. Ladies and gentlemen, Henry Bontebal. Goedenavond allemaal. Even een check, zijn mijn slides goed zichtbaar en ben ik goed hoorbaar? Je slides zijn uitstekend zichtbaar en hoorbaar ook. Ben je voor mij heel goed. Geweldig. Even kijken of ik hem dan ook verder krijg. Ja. Mij is ook gevraagd om in 10 minuten iets te zeggen over het JSC-rapport. En ik neem ook gelijk deze gelegenheid te baat om eigenlijk ook een beetje een ballonnetje op te laten. En te kijken van ja, wat zou nou een goede route zijn voor kernenergie in Nederland? Er is veel debat over, maar wat zou nou een pad kunnen zijn wat in de Nederlandse politiek haalbaar zou kunnen zijn. Ik begin even bij dat JSC-rapport, want dat is denk ik best wel een belangrijke mijlpaal van de afgelopen weken geweest in het debat over kernenergie, want het JSC, Joint Research Center, dat is de wetenschappelijke adviesraad van de Europese Commissie, en die heeft in het kader van de EU-taxonomie gevraagd, een rapport geschreven over kernenergie. En ik raad jullie allemaal dat rapport te bekijken, in ieder geval de eerste pagina's waarop de conclusie staat. Het is echt een heel erg gedegen rapport. Bijna 400 pagina's met eigenlijk alle rapporten die er ooit zijn geschreven over kernenergie, die zitten er ongeveer wel zo'n beetje in. En wat dit rapport niet doet, is een sommetje maken of kernenergie haalbaar is in kostentechnisch, maar kijk vooral echt naar eigenlijk de milieu-impact en de impact ten aanzien van veiligheid. En het staat in de context van die taxonomy regulation. En dat gaat over de vraag van hoe financier je duurzame activiteiten? Dus de Europese Commissie kijkt daar op dit moment naar. Ze is bezig met een taxonomie en eigenlijk alle activiteiten die ze een stempel sustainable kunnen geven, die komen dan in aanmerking voor bepaalde financiering. Nou, de grote vraag was natuurlijk hoe bepaalde technologieën eruit zouden komen. Dus bijvoorbeeld biomassa, daar is natuurlijk ook over gepraat. Nou, er is ook berichtgeving geweest over bijvoorbeeld gascentrales. En dat ging met name over gascentrales die dan kolencentrales zouden vervangen. Ja, mag je dat dan een duurzame investering noemen? En ook natuurlijk kernenergie. En het mooie van het rapport, vind ik, is dat het gewoon een hele zakelijke assessment doet. En naar al die aspecten kijkt. En ook afweegt van, is deze technologie nou slechter voor het milieu, of slechter voor de veiligheid, of slechter voor de biodiversiteit dan andere technologieën die we ook duurzaam noemen. En dan kijken ze dus bijvoorbeeld naar CO2-opslag, naar windenergie, naar zonne-energie enzovoort. En ze komen in dit rapport eigenlijk tot de conclusie, vrij duidelijk zelfs, dat als je het vergelijkt met de andere hernieuwbare energietechnologieën, dat kernenergie daar niet voor onderdoet.
En nou ja, er is natuurlijk gelijk een politieke spel gaat daar omheen gespeeld worden. Want nou ja, er zijn natuurlijk partijen die dat geen fijne boodschap vinden. En dat is ook de reden geweest dat de Europese Commissie nog niet heeft aangedurfd om dat advies van de JRC ook volledig over te nemen. Wat ik persoonlijk jammer vind, want nou ja, als je zegt ten aanzien van klimaatverandering, follow the science, dan zou ik zeggen, doe dat dan ook consequent. Maar wellicht komt dat nog. Iets over de conclusies, en ik sla het helemaal plat, dat besef ik, maar goed, ik had 10 minuten. Wat ik net zei, hè, dus de kernenergie brengt niet meer schade toe aan de volksgezondheid of het milieu dan andere technologieën. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Ze zeggen niet dat er geen impact is, maar ze zeggen ja, kijk naar bijvoorbeeld andere technologieën die we dus wel als duurzaam bestempelen. Dan kan het hier goed mee concurreren. En dat geldt ten aanzien inderdaad van de veiligheid, van biodiversiteit, impact op grondstoffen enzovoorts. Misschien een klein voorbeeldje hoe ze dat dan aanpakken als het bijvoorbeeld gaat over het onder de grond stoppen van radioactief afval. Dat zeggen ze ja, dat is natuurlijk niet helemaal risicoloos. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar iets als CO2-opslag, dat doen we ook onder de bodem. Daar zitten ook bepaalde risico's in. Dus als je CO2-opslag, als je daarvan zegt, ja, dat kan in aanmerking komen voor sustainable finance. En dan moet je consequent zijn, dan zou je dat ook voor kernenergie moeten doen, mits dat het natuurlijk veilig is. Nou, daar gaat het tweede punt over. Hè. Dus een belangrijke conclusie is dat ze zegt, ja, er is eigenlijk een brede wetenschappelijke en technische consensus dat het opslaan van radioactief afval in de diepe geologische formaties, ja, dat het bestaat en dat het veilig kan. En het tweede, denk ik, dat heel belangrijk is, dat ze ook over de veiligheid van kerncentrales zeggen dat de nieuwe generatie kerncentrales, waarvan we weten dat ze echt een hele andere technologie hebben dan de kerncentrales die steeds in het nieuws komen, Fukushima en de Chernobyl, ja, dat die gewoon inherent een stuk veiliger zijn. En dat je, als je puur kijkt naar de fatality rate, dat kernenergie ja, tot de technologieën behoort met ja, die je eigenlijk als meest veilig zou moeten rangschikken. Dus tot zover dat JSC-rapport. Ik denk zelf dat dit een belangrijke bouwsteen is in het hele debat over kernenergie, ook Europees gezien. En ik ben heel benieuwd hoe dat de komende weken, maanden gaat aflopen. Dan heb ik nog twee slides en dan wil ik iets zeggen over kernenergie in Nederland. Eerst iets over de context. Wat mij zelf opvalt, ook de afgelopen maanden in allerlei debatten in het kader van de verkiezingscampagne, er is nog niet altijd evenveel besef wat de impact nou is van een reductiedoelstelling van bijvoorbeeld 55% of 100% in 2050. Hè, dus ik kom nog heel vaak tegen dat toch vrij fact-free allerlei dingen worden gezegd over wat er nodig is en wat er kan. Terwijl de studies die je leest, die alles in beeld brengen, ja, dan zie je dat het gewoon een enorme opgave is om tot 100% CO2-reductie te komen. Dat je eigenlijk alles uit de kast moet trekken. En dat elke kaart die je eruit trekt, dat je het jezelf daarmee moeilijker maakt. Dat is ook iets wat ik wel jammer vind aan het debat in Nederland, is dat er niet echt een visie is op het, op een integrale visie op het energiesysteem van de toekomst. Hè. Dus het ontbreekt eigenlijk aan studies die dat totaalplaatje schetsen en ook laten zien welke uitruilen er plaatsvinden als je bepaalde technologieën niet wil. Hè, want er is uiteindelijk geen free lunch. Als je de kaart van CCS, CO2-opslag, wegtrekt, ja, dan moet je het ergens anders compenseren. Als je biomassa niet wil, ja, dan is er ook ergens anders een opgave. En je kunt niet steeds kaarten uit dat kaartenhuis blijven wegtrekken, want dan ga je uiteindelijk gewoon je doelen niet halen. En wat Ruud denk ik net ook al heel goed zei, hè, welke rijkwijde bekijk je dan? Kijk je dan inderdaad ook naar bijvoorbeeld het energieverbruik voor grondstoffen en voor zaken als luchtvaart en scheepvaart? Want als je dat er allemaal bij neemt, dan is die opgave nog groter dan in sommige rapporten geschetst worden, die inderdaad alleen maar naar Nederland kijken, dat wat onder de klimaatdoelen valt. Ik merk ook gewoon dat er heel veel verouderde beelden zijn over kernenergie. He, dus steeds komt Fukushima terug, steeds komt Chernobyl terug. Terwijl de actuele ontwikkelingen, zoals we die ook vanavond hebben gehoord in de eerste presentatie, die zijn nog niet altijd bekend. Ik zie tegelijkertijd wel, denk ik, maar dat, ik heb daar niet een hele uitgebreide studie naar gedaan. Dus voor wat het waard is, ik meen wel waar te nemen dat het draagvlak voor kernenergie weer groeiend is. En ik denk dat het er ook mee te maken heeft, omdat het wel steeds zichtbaarder wordt, wat de impact nou is van
de energietransitie. Dus we staan nu op ergens 12-13% hernieuwbare energie. Dat betekent dus dat we nog meer dan 80% te gaan hebben. En je ziet in de regio's bijvoorbeeld ook soms het verzet groeien tegen bepaalde hernieuwbare energiebronnen. Dus ik denk dat het besef dat we heel veel nodig hebben en dat we ook de wat minder leuke opties nodig hebben, dat wel groeit. En dat zie je ook bij de verschillende politieke partijen wel. Dus in een aantal verkiezingsprogramma's stond het natuurlijk nadrukkelijk genoemd. Maar je zag ook bij een aantal andere partijen dat er bijvoorbeeld moties, amendementen op verkiezingsprogramma's ingediend zijn die het net wel of net niet gehaald hebben. Dus dat gebeurde natuurlijk bij GroenLinks, dat gebeurde bij het ChristenUnie, maar ook bij D66 zie je dat. Dus ik heb wel het idee dat het debat over kernenergie in Nederland weer een bepaalde kant op gaat, waarmee het weer mogelijk wordt om er echt met elkaar over te praten. Nou heeft natuurlijk die kernenergie sector wel gewoon een issue, laten we daar gewoon eerlijk over zijn. En dat is dat het beeld sterk bepaald wordt door Hinkley Point C en wat ze in Finland doen. En daar zie je toch steeds te duur, te lange bouwtijd. En dat is ook iets wel wat het beeld bepaalt. Nou, wat zou nou een route kunnen zijn voor Nederland? Het is maar een idee, ik wil het ook bij jullie testen. Dus het is ook niet meteen helemaal uitgeschreven hoe ik denk dat het zou moeten, maar het is een voorzet en wellicht dat we daar ook over door kunnen praten. Ik denk dat het begint met de erkenning dat duurzame energie en kernenergie elkaars bondgenoten zijn. Nog veel te vaak zit je in allerlei kampen waar de ene zegt dat ze de andere niet moeten. Ik vind dat een erg onvruchtbare opstelling, daar komen we niet verder mee. Ik denk dat met name mensen als Jesse Jenkins, die destijds bij het MIT zat, dat hij goed heeft laten zien dat het elkaars bondgenoten kunnen zijn en dat je ze dus allebei moet inzetten. Ik denk ook dat je, als je verder wil met kernenergie, moet je de angst wegnemen dat kernenergie een vertragingstactiek is. Dat moet het dus ook niet zijn. Het moet een echte middel zijn om met elkaar die klimaatdoelen te gaan halen. Die moeten ambitieus zijn, maar daar hebben we wel alles voor nodig. Dus ook hier geldt, speel ze niet tegenover elkaar uit en laat kernenergie geen vertragingstactiek zijn. Het tweede is denk ik dat je moet nadenken hoe je de kosten kan beheersen en hoe je ook met name de innovatieve de innovatieve vorm van kernenergie kunt stimuleren. Ik denk dat dat op meer draagvlak kan rekenen in Nederland dan dat we op de Maasvlakte of in Zeeland een nieuwe Hinkley Point C zouden gaan bouwen. Dus ik zou zelf denken, ik ga inderdaad kijken naar SMR's. Hè, dus daarmee zou je iets van een soort van hand op de kraan principe kunnen inbouwen, waarbij je de kosten beheersbaar houdt. Dus je tekent niet meer in één keer voor tientallen miljarden, maar je tekent voor een veel lager bedrag. En het tweede is dat we wellicht ook kunnen leren van tenders zoals we dat gedaan hebben bij offshore wind. Dus als we vinden dat de kosten beheersbaar moeten zijn, en tegelijkertijd dat we ook bepaalde mate van innovatie willen stimuleren, dan zou je bijvoorbeeld een tendersystematiek kunnen bedenken waarbij je de kostprijsreductie inbakt, zoals we destijds ook bij Wind op Zee met succes hebben gedaan. En het laatste punt wat ik wil maken is, volgens mij moeten we dit ook echt Europees doen. Je ziet dat het Verenigd Koninkrijk heel veel met kernenergie op dit moment doet. Dat is ook een beetje omdat de rest van Europa dat een beetje laat liggen, volgens mij. Maar hoe mooi zou het zijn dat er eigenlijk een gezamenlijk programma was om ook in Europa weer hele veilige, innovatieve en betaalbare kerncentrales te bouwen. Dat was mijn bijdrage. Dankjewel, Henry. Ik zit even te kijken of er specifieke vragen zijn. Eigenlijk heb je dat één vraag is, moet je kernenergie niet Europees aanpakken? Ik denk dat die vraag net getypt werd voordat je daarop inging. Daar ben je er volgens mij helemaal voor. Ik zie nog een vraag die volgens mij meer voor Ruud Galei is. Daar kunnen we dan zo nog even naar kijken. Dat is wel eentje, een vraag van Lars Robel. Henry, wat denk je over het inzetten van kernenergie voor de transitie van de industrie? En daarbij denkt Lars met name aan waterstofproductie en of proceswarmte. Ja, ik denk dat dat zeker kansrijk is, met name met die SMR's. Maar laten we eerst maar eens kijken hoe we überhaupt in Nederland aan kernenergie weer gaan beginnen. Want voorlopig is het natuurlijk niet zo dat er nu heel veel draagvlak is voor het bouwen van een kerncentrale.
Een tijdje geleden was ik was ik in Zeeland, Borselen. En ja, daar ligt daar staat een oude kolencentrale waar op dit moment de kranen op dit moment ook echt de boel aan het afbreken zijn. Ja, volgens mij zou je heel goed daar kunnen beginnen. Hè? Als je iets nieuws zou willen gaan bouwen, dan zou je volgens mij daar kunnen beginnen. Omdat nou ja, de kabels liggen er al, het koelwater is er, er is een plek, er is daar kennis. Dus laten we ook een beetje pragmatisch zijn. Volgens mij zou je daar kunnen starten met iets nieuws. Oké, dankjewel. Ik zit daar even naar de vragen te kijken. Ja, ik denk dat dat meer eigenlijk vragen zijn voor een grotere panel. Dus ik wil eigenlijk in eerste instantie nog even de presenters vragen hun camera even aan te zetten. Ik zal mijn eigen camera ook even aanzetten. Right. Ja, dat is een vraag voor Ruud, denk ik. Dat is een vraag die gaat over die verandering van de marktstructuur, waar Ruud een aantal opmerkingen over gemaakt heeft. De vraag is van, zou je daar wat meer over kunnen zeggen? Hoe die structuur dan zou moeten wijzigen om kernenergie te faciliteren? Ik weet niet of je dat precies gezegd hebt, maar dat is de vraag. Zou dit tweaken van de markt dan eigenlijk alleen maar zijn om kernenergie toe te laten tot de markt? Nee, allebei nee, denk ik. Het gaat niet om het tweaken van de markt om kernenergie toe te laten. Waar het om gaat is dat dit model gewoon niet sustainable is. En ik denk dat wat je moet bedenken is wat je in de toekomst voor een economie wil. Wil je het scenario, het is een van de scenario's die Beerschot en Calavasta geschetst hebben. Wil je dat scenario volgen en wil je dan eigenlijk uitkomen in een wereld die automatisch altijd de goedkoopste korte termijn oplossingen kiest. Dat betekent dat er heel weinig duurzame energie in Nederland gerealiseerd wordt. Dat betekent dat je voornamelijk afhankelijk gaat worden van het buitenland. Ook voor de waterstofproductie. En dat betekent ook dat er nog een hele lange termijn allerlei fossiele brandstoffen een belangrijke rol spelen. En het kan dan misschien zijn dat die met CO2-opslag en dergelijke allemaal wat vergroend worden. Maar de bottom line blijft, je blijft heel erg in het huidige energiesysteem zitten en je probeert dat wat meer duurzaam te maken. Nou, ik vind dat persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijke mening, vind ik dat niet zo'n briljant idee. Ik denk dus dat je als land moet je besluiten van, nou, wat voor soort energietoekomst willen we? Hoeveel energie willen we in 2050 zelf maken? Willen we een rol spelen? Willen we verantwoordelijkheid nemen ook voor bepaalde industrie? Of vinden we het prima dat die allemaal naar het buitenland verdwijnen? Want kijk, als dat zo is, hè, als je gewoon vindt dat Nederland moet een diensteconomie worden, of dat soort mooie verhalen, en we gaan al die industrie in Nederland niet meer faciliteren. Nou prima, heb je ook geen kernenergie nodig, want dan kun je prima met wat windmolens op de Noordzee, kun je alle energie in Nederland op de een of andere manier organiseren. Maar wil je meer, wil je je economie in stand houden, wil je ook het internationale transport blijven faciliteren, of laat ik het zo anders formuleren, wil je daar je verantwoordelijkheid als land nemen, dat het dus niet ergens anders geproduceerd wordt, dan moet je meer doen. En dan kan je niet in een markt zitten die zoals nu 100% energy only is, want dan ga je dus naar een situatie toe dat de marginale prijzen steeds verder dalen, dat mensen niet meer zullen willen betalen voor investeren in wind, met name in windenergie, een grootschalige windenergie. En dan moet je dus een list verzinnen. En die list kan zijn dat je als een overheid die zelf meer het initiatief neemt, à la de Engelse overheid ook, denk ik, die hebben dat, vind ik, heel goed gedaan. Of het Verenigd Koninkrijk, moet je zeggen. Die hebben dat heel goed gedaan met hun offshore windprogramma. Maar ook met de nucleaire centrales, ook al zijn die dan heel duur geworden. Maar ik denk dat de systematiek gewoon heel goed is. Dat de overheid zet het beleid uit. De overheid bepaalt wat ze willen. En gaat heel veel transactiekosten op die manier ook vermijden, waardoor je uiteindelijk in een goedkoper energiesysteem terechtkomt. Dankjewel. Ik heb nog één vraag en dan gaan we aan het snel verder met het panel, want anders houden we daar te weinig tijd voor over. Maar dat vind ik wel een interessante vraag. Ik weet niet wie er in het panel zich hierdoor aangesproken voelt, maar waarom is de vraag van Joris, spreken prominente energie-experts zich niet uit tegen politieke sluitingen van kerncentrales in Duitsland en België?
Ik hoor daar inderdaad maar heel weinig politici over. Ik vind het altijd een groot verschil tussen de energie waarmee naar voren wordt gebracht dat kernenergie heel lang duurt. Daar wordt maar eigenlijk heel weinig energie besteed aan het openhouden van hoeveel hebben we ongeveer 12 gigawatt schone energie die aan onze buurlanden nog staat te draaien. Ik wil daar wel iets over zeggen. Het is niet helemaal stil volgens mij op het front, maar het is ook een beetje van ja, laten we eerst onze eigen energievoorziening eens even de goede kant opduwen. Dus het is denk ik ook gewoon van ja, waarover wil je je mond open doen? Kijk, het International Energy Agency zegt natuurlijk heel duidelijk dat een van de stappen om op weg te gaan naar een klimaatneutraal energiesysteem, dat begint toch ook met het niet sluiten van bestaande kerncentrales. Volgens mij is de IEA onder andere vrij duidelijk. Centrales die draaien en werken houden in ieder geval open. En gaan de slag met veel zon, met veel wind en eventueel nieuwe kernenergie. En ik ben heel benieuwd ook hoe Duitsland het gaat doen. Want die hebben natuurlijk hun doelstelling verhoogd. Het Duitse Hof heeft er nu weer wat over gezegd. Dat namelijk nog harder moet dan het al ging. Dus ik ben ook heel benieuwd wat dat betekent wel voor de atoomausstieg in Duitsland. Of daar toch misschien nog iets gaat veranderen. Ja, nou, er wordt in Duitsland volop gediscussieerd. Maar de mensen die inderdaad in Duitsland bezig zijn om te proberen die centrales open te houden, die hebben nog steeds niet de wind mee in de politiek in Duitsland, is mijn indruk. Maar goed. Nee, maar laten we vooral in Nederland even eerst een goed energiedebat voeren over ons eigen beleid. Laten we dat doen. Gaan we mee beginnen. Mag ik de andere panelleden vragen hun camera ook aan te zetten? En dan ga ik hier iedereen, de aansluitende panelleden, even netjes introduceren allemaal. Dat doe ik in alfabetische volgorde. Armanda Govers. We kennen haar van Utopia, waar ze aandacht vroeg voor dierenrechten en duurzaamheid. Ze heeft haar eigen stichting, Even Geen Vlees, waarmee ze zich bezighoudt met beeldvorming rond vlees versus vegan. Door haar studie milieurecht werd haar vlam aangewakkerd om zich in te gaan zetten voor een schoon en veilig leefmilieu. Armanda, je zet je dus in voor een schoon en veilig leefmilieu. Hoe past voor jou kernenergie in dat plaatje? Nou ja, kernenergie is een CO2-vrije vorm van energie. En dat hebben we natuurlijk nodig in de aanpak van het klimaatprobleem. En ja, ik denk dat we het nodig hebben om fossiele energie te vervangen voor een deel. Dus het concurreert absoluut niet met zonne-energie of windenergie, maar het moet echt concurreren met fossiele energie. En ja, Henry zei het al heel mooi, dat moeten we zien als bondgenoten. En fossiele energie moet niet de derde lachende zijn, weet je. Dus ik denk, kernenergie hoort er gewoon bij. Als je het klimaat serieus neemt, neem je kernenergie serieus. Dankjewel. Renske Leijten, ook van harte welkom. Renske zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en hoort daar tot de selecte groep van zeer ervaren politici. Recent heeft ze landelijk indruk gemaakt met de manier waarop ze haar Kamerlidmaatschap inhoud gaf bij de toeslagenaffaire. Compliment daarvoor. Voor het aankaarten van deze affaire wonnen Leijten en haar CDA-collega Omtzigt de publieksprijs politieke prestatie van 2019 van het tv-programma 1 Vandaag. En dat leverde haar 140.000 voorkeursstemmen op bij de landelijke verkiezingen. Mevrouw Leijten, ik wil u een citaat voorleggen. Mijn vraag is, weet u wie ik hier citeer? Het citaat gaat als volgt. Het CO2-probleem en de uitputting van fossiele brandstoffen maakt dat we vol moeten inzetten op duurzame alternatieven en besparing. De vraag blijft echter wel of dat voldoende is voor onze energiebehoeften en of het CO2-probleem van fossiele brandstoffen niet groter wordt dan het afvalprobleem van kernenergie. Weet u wie ik hier citeer? Nee, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er vele SP'ers zijn die zeggen dat we de kernenergieontwikkelingen goed volgen. Maar dat U zit er dichtbij. Dit is een citaat namelijk van Agnes Kant. Het is uit 2008. Maar... Ja, dat is al wel een tijd geleden. Ja. Er zijn denk ik ook nog wel recentere te vinden. En waar Henry het net over had, dat er verschillende congressen zijn die hun partijkaders verduidelijken of veranderen.
Onze leden zeggen echt heel duidelijk, dit is een no-go. En wij zeggen dus... Maar mag ik u zelf vragen? En dat heeft er dus mee te maken dat op het moment dat je nu... en Henrik stipte dat al een beetje aan. Op het moment dat je nu zoveel inzet geeft op het bouwen van zo'n centrale. Waar moet die komen? We zijn een klein land. Ik zie het nog niet per se gebeuren. Die discussie, als we die discussie nu voeren, verliezen we tijd. Dat er nu in de energiemix kernenergie zit en dat we dat accepteren, dat is een feit. Maar de vraag is of we voor de toekomst dit moeten doen, omdat het veiligheidsprobleem nog niet is opgelost en omdat de investering groot is en het resultaat ver weg ligt. Hebben wij gezegd, wij gaan nu ons inzetten op nu volop hernieuwbaar. En dat heb je misschien ook gezien in het plan, wat we ook hebben laten doorrekenen door CE Delft. Alle beschikbare daken gebruiken voor zonne-energie. En dan is dat doorgerekend genoeg voor de huishoudens. Dan hebben we natuurlijk nog de energiebehoeften van de bedrijven nodig. Daar moeten we zeker ook naar kijken. Maar dat halen we liever uit hernieuwbaar dan die discussie opnieuw over kernenergie. Dat is wat er nu is. En ik snap heel goed dat u mij wil verleiden tot het verlaten van het standpunt wat onze leden net hebben vastgesteld. Dat zou me graag lukken. Dat vind ik gewoon niet zo democratisch. Heel goed. Maar ik wil eventjes voortgaan met het introduceren van de panelleden. Misha Meerburg. Ja, hoi. Ook aangeschoven inmiddels. Hoi. Misha studeerde in 2013 af op een bachelor cultureel maatschappelijke vorming met een minor in sustainable leadership. Sindsdien heeft hij gewerkt als projectmanager bij verschillende bedrijven en organisaties op het gebied van isolatie, zonnepanelen en aardgasvrij wonen. Zoals Stichting Woon, Home Alliander en Wokozon BV. Maar waarmee je denk ik enigszins in de kijker je hebt gespeeld is dat je voorzitter bent van de klimaatgroep Amsterdam Fossielvrij. En ook je bent penvoerder in de rechtszaak Sluisbuurt tegen de gemeente Amsterdam. Ja. Je bent ook actief als adviseur voor de Partij voor de Dieren. Misha, zoals bekend is kernenergie fossielvrij. Dat staat in jullie naam. Betekent dat er in de hoofdstad ook ruimte is inmiddels, of dat er over gepraat kan worden over kernenergie? Nou, ik heb inderdaad een beetje naar de discussie proberen te luisteren met de bril op van hoe zou dat landen in Amsterdam. Want voor de goede orde, ik adviseer inderdaad de Partij voor de Dieren, maar dan de Amsterdamse fractie. En wat we nu zien is heel erg de discussie ook bijvoorbeeld over wind op land. Van moet je nou in een van de dichtstbevolkte landen en dan ook nog een van de meest dichtbevolkte gebieden nou iets doen wat mogelijk schadelijk voor de gezondheid is? Ik denk in dat licht dat als je zou zeggen, nou als alternatief voor windmolens doen we een relatief experimentele nieuwe kerncentrale, dat moeilijk zou landen, denk ik, bij de meeste mensen. Dat wordt wel een lastige. Oké. Ik wou aan Michiel vragen of jij misschien de eerste stelling tevoorschijn kan toveren, Michiel. Ja, ga ik doen, Gijs. Ja, daar staat hij. Ik zal hem eventjes voorlezen. Nederland kan, net als in de Verenigde Staten, de Democraten en Republikeinen, de polarisatie rond kernenergie achter zich laten. Dat moet ik misschien even toelichten. Dat is een gegeven wat eigenlijk in de Nederlandse pers nauwelijks doorgedrongen is. Maar in de Amerikaanse politieke verhoudingen, zoals u weet, kunnen Democraten en Republikeinen niet samen door elke deur. Maar opmerkelijk genoeg hebben ze over het thema kernenergie een grote mate van overeenstemming bereikt. Eigenlijk is daar een grote consensus dat kernenergie gewoon deel van de mix is. Dus dat is mijn stelling en dat is eigenlijk waar ik jullie input over wilde vragen. Zijn wij als Nederland in onze politieke democratische verhoudingen ook in staat om deze polarisatie achter ons te laten? Henry, ik zou jou daar wel eens even het woord over willen geven, want ik heb jou daar eigenlijk volgens mij over gesproken van de week. Ik ben daar eigenlijk wel optimistisch over, omdat ik denk dat voor heel veel partijen staat het denk ik wel buiten kijf dat klimaatbeleid ontzettend urgent is, dat we daar heel hard mee aan de slag moeten. Ik denk dat ook een heel aantal partijen, ook partijen die in het verleden misschien wel eens achteraan de wagen hingen, volop inzetten op hernieuwbare energiebronnen. Ik denk wel dat er ook meer besef komt van
dat het totaalsysteem moet blijven draaien en dat het ook betaalbaar moet zijn en dat we ook een enorme ruimtelijke impact krijgen van die hele energietransitie. En dat zie je de laatste maanden, zie je dat wel steeds beter op de agenda komen, namelijk de ruimtelijke impact van de energietransitie. We leven in een klein land. We willen ook nog 1 miljoen woningen bouwen, geloof ik. We willen ook nog bewegen. We willen de landbouw nog verduurzamen. We willen misschien nog wel meer bos. En zo kan ik nog wel een paar noemen. Dus ik denk, naarmate die energietransitie voortschrijdt, zal denk ik ook wel het draagvlak voor kernenergie toenemen. Ik vind het mooi om te merken dat, dat Renske het standpunt van de leden vertegenwoordigt. Maar er zit wel iets van ruimte in haar stem, meende ik te horen. En je ziet dat ook wel een beetje bij andere partijen. Dus ik zou het heel mooi vinden als daar naar een soort consensus werd gezocht. En dat beide kampen ook durven aangeven dat de andere kamp dat met goede intenties doet. Hè. Dus het is niet een soort, vroeger was het een soort, ook bijna een soort identity politics. Van nou ja, kernenergie hoorde in het kamp van rechts thuis en duurzame energie in het kamp van links. Ik denk dat we daar voorbij moeten. Daarom ook dat frame duurzame energie en kernenergie zijn elkaars bondgenoten in de strijd tegen fossiele energiebronnen. En ja, ik zou zelf voor gewoon een rationele aanpak kiezen. Hè. Dus follow the science. Als kernenergie gewoon te duur blijkt en het werkt niet, moeten we het niet doen. Als we gewoon kunnen aannemen dat het wel veilig is, dat het betaalbaar wordt, laten we dan een programma verzinnen om dat goed uit te rollen. En vooral ook heel hard doorgaan met energiebesparing, elektrische auto's en heel veel andere mooie duurzame energiebronnen. Ja, dat is grappig trouwens. Ik kreeg vanmiddag een stukje uit Volkskrant toegestuurd, waarin ook eigenlijk dit thema besproken werd van hey, maar kernenergie was vroeger helemaal geen rechtsthema. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen dat dat nu opeens een rechts-links thema geworden is? Vroeger zijn veel socialistische landen met name die kernenergie omarmd hebben. Er zijn hele goede voorbeelden van. Maar laat ik gewoon de vraag aan Renske ook stellen. Van, zijn wij in staat om die polarisatie voorbij te komen op dit thema? Ja, het valt mij op dat mensen die graag willen dat hun standpunt breed omarmd worden, natuurlijk zeggen dat de tegenstanders dat polariseren. En ik vind het ook heel goed van Henry dat hij dat alweer probeert. En ik zie je nog wel terug in de Kamer. Als jullie gaan regeren, dan worden we vast collega's. Nee, kijk, ik denk dat, dat de polarisatie er ook op zit. En vergis je dat even niet. Is dat de lobbykracht is natuurlijk heel erg groot. Nu er miljarden worden vrijgespeeld, zowel in landen als in de Europese Unie, zie je opeens de grote investeerders, zoals BlackRock, die altijd eigenlijk de duurzame ontwikkeling hebben tegengeduwd, want we waren bezig met de fossiele investeringsagenda. Die staan nu vooraan om te investeren. Je ziet meteen proberen dat ze in de taxonomie terechtkomen. Ik denk dat ook tegenwerkt. Je ziet die financiële krachten van, nou, we kunnen hier even lekker geld verdienen. Laat het dan ook echt de wetenschap zijn. Dat zou mijn oproep zijn. Omdat ik wel ook vind dat in de lobby, juist ook vanuit de financiële sector, en dat vind ik het tragische aan het klimaatbeleid in zijn geheel, dat het voor de aarde noodzakelijk is, dat het op een rechtvaardige manier moet gebeuren om draagvlak te krijgen, maar dat je eigenlijk ziet dat het een verdienmodel is voor oud fossiel. Je hoeft maar te kijken naar de CO2-opslag die nu gesubsidieerd wordt bij Rotterdam. Daar gaat 2 miljard in en dat gaat rechtstreeks naar de rekening van Shell, BP en Petrol. Die hebben dat geld gewoon zelf en als ze echt daadwerkelijk gemotiveerd zouden zijn om hun groene beentje voor te zetten, dan zouden ze het niet op subsidie doen. Als je kijkt naar de discussie over het sluiten van de kolencentrales, gigantische afkoopsommen voor de aandeelhouders, maar ze vergeten het te regelen voor de mensen die daar werken en die ook een oplossing moeten hebben. Hierop heb ik overigens afgelopen week een voorstel in de wet gekregen met steun ook van Henry's partij, van jullie partij, van de VVD, waarin we echt zeiden van nee, het is nu nodig om meer balans te vinden in die stromen. En ik ben als oud-financiën woordvoerder natuurlijk best wel bekend met grote sommen geld, hè? Grote discussies over sommen geld. Maar ik sla echt steil achterover als het gaat over de subsidiestromen die er nu zijn voor eigenlijk oud en vies. En het weinig inzet en discussie over schoon en nieuw.
En ik maak me daar zorgen over. We moeten het draagvlak ook hebben. En wetenschap echt laten spreken. Dus ik zal altijd ook follow the money doen. En voor onze leden is het dus ook, zolang die veiligheidskwestie niet is opgelost, kunnen we wel zeggen, we stoppen het in de grond, maar de volgende generaties die gaan het dan tegenkomen. Dat is echt een van de belangrijkste onderwerpen. Op dit moment... Ik wou daar toch even vragen. Even één onderwerp tegelijk, denk ik. Ruud, jij hebt zo net iets gezegd over de kosten, hè? Want Renske praat over de kosten die het... We willen, ik denk dat eigenlijk iedereen hier die hier zit naar een schoon energiesysteem wil. Dus daar is denk ik weinig discussie over. Alleen het gaat ons ook over de kosten van het geheel. En ik denk dat Ruud daar een aantal hele interessante dingen over gezegd heeft. Dat gaat erover wat het ons allemaal samen gaat kosten. Als we daar naar dat schone energiesysteem willen. En dan is de afweging, zit er een stukje kernenergie in of zit dat er niet in? Ruud, kun je daar wat over zeggen? Ja, denk ik wel. Ik wil je alleen niet teleurstellen natuurlijk. Hè? Even voor de goede orde. Ik denk dat kernenergie duur is. Maar ik denk dat... wind op zee ook niet gratis is. En wat nou precies goedkoper is en duurder is, ik vind ook niet dat je ze naast elkaar moet zetten. Maar ik zou het eigenlijk op een andere manier willen benaderen. Stel, hè, dat is misschien ook een vraag aan Renske Leijten. Stel dat Tata Steel morgen zegt van, nou, we hebben die U-battery, hè, dat is een van die dingen die ik liet zien. Stel, die willen we in ons proces gaan gebruiken en dan gaan we een compleet groene fabriek bouwen. Dus we gaan niet pap en nat houden wat nu gebeurt. Een beetje CO2 onder de grond stoppen en in de tussentijd blijven we gewoon rotzooi eruit gooien. Nee, we gaan echt een groene staalfabriek bouwen. Maar dan willen we een stuk of 5 van de U-batteries, hè, die even voor de goede orde, dat zijn apparaten die omvang van een zeecontainer hebben. Die willen we gewoon in ons terrein leggen, want dan hebben we een betrouwbare elektriciteitsvoorziening, zodat we daar een elektrische staalproductie kunnen die 100% CO2-vrij is. Ja, dan vraag ik me af, en misschien is hij niet eens de allergoedkoopste, maar op dit moment praat je met Tata Steel die €50 per ton voor hun CO2-rechten moeten betalen, wat totaal niet houdbaar is natuurlijk, hè, want dan is de CO2-waarde van Tata Steel is nu inmiddels hoger dan de waarde van het bedrijf zelf. Daar moet je dan iets mee doen. Nou, en mijn vraag zou zijn, stel dat je een echt hele goede, bijna inherent veilige technologie hebt in de U-battery. Stel dat ze dat ding daar neer gaan leggen en een groene staalfabriek gaan bouwen. Moet je dan nog steeds zo categorisch tegen kernenergie zijn? Ja, kijk, ik denk dat het heel noodzakelijk is, hè, dat Tata Steel overgaat op die groene staal. Ik woon zelf in het gebied waar Tata Steel ligt. En ik was een paar weken geleden nog in de wijk aan zee. En dat is echt een dorpje ombouwd door die fabriek. Daar moeten de kinderen altijd hun handen wassen naar het buiten spelen. Daar is zwarte sneeuw als wij witte sneeuw hebben. En de uitstoot reikt tot ver, ver naar dicht bewoonde gebieden in Amsterdam. Dus het is echt nodig dat je daar goed naar kijkt. We gaan daar ook nu politiek ook een debat over voeren van wat kunnen we helpen. Ik sluit ook helemaal niet uit. Kijk, de Internationale Energieagentschap, Henry, die haalde hem aan. Die heeft nou gezegd van eigenlijk alleen nog niet meer investeren in fossiel. Hè? Ik sluit helemaal niet uit dat wij kijken als Tata een heel goed plan heeft dat je ook nog daar mede financiert. Ik vind het alleen wel heel lastig om te zeggen, ja, beste omwonenden, u wil een schone fabriek en een schone leefomgeving. Dat gaan we nou eindelijk na 30 jaar van verzet van de regio doen. Maar dan heeft u wel een halve kerststraal in de achtertuin. Ik moet nog zien welk draagvlak daarvoor is. En het kan, denk ik, op een andere manier. En dan vind ik dat wel te prefereren. Die discussie waar Misha het over had, hè, over wind op land. Wij zijn al heel lang bezig met heel veel mensen die zeggen, hey, wat gebeurt er met mijn landschap om mij heen. En nu het de discussie heeft geraakt in Amsterdam, nu opeens wordt het een grote discussie, willen we nog wel wind op land? Wij hebben eigenlijk al hele lange tijd geleden gezegd dat die regionale economiestrategieën, dat het in principe goed is, maar dat je veel meer richtlijnen zou moeten stellen over leefomgeving, inspraak. Maar dit is allemaal weer onder de omgevingswet of de crisis- en herstelwet gaan vallen. De crisis- en herstelwet die was er om een crisis op te lossen. Dus die heeft juist de lokale inspraak en de lokale democratie uitgerold. Dan hoef je dat niet meer te doen. Die mensen die procederen in Drenthe tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat is dus het ondermijnen van klimaatbeleid. Dus ik
Weet je, ik vind Ruud, jij stelt de vraag technisch en eigenlijk in tegenstelling. Hè, keuze of je hebt een stinkende vervuilende fabriek waar nu heel veel mensen ziek van worden. Waarvan de OVV heeft gezegd, daar gaan we onderzoek naar doen vanuit veiligheidsperspectief. Of je hebt een halve kerncentrale. Volgens mij zit er ook iets tussenin. En ik zou dus juist willen pleiten in ons energiebeleid. Niet om deze discussie taboe te verklaren, want dat zou ik heel onverstandig vinden. Maar wel om goed naar die argumenten te luisteren, dat van die veiligheid niet te veel te bagatelliseren. Het niet alleen te zien als een financieel interessant investeringsproject, wat je natuurlijk toch vanuit de financiële sector ziet opkomen. En ook altijd de democratie en het draagvlak moet organiseren. Ook in Petten, waar we natuurlijk een bijzondere kerncentrale hebben staan, is daar best wel veel in de omgeving onzekerheid over. Dat wij daar nu een discussie over hebben, willen we daarmee door en hebben we deze technologie alleen nodig voor die isotopen? Ik denk dat dat ook komt omdat de druk is uit de omgeving van ja, wonen wij niet eigenlijk op een tijdbom? Dus ik denk, weet je, dat is een beetje hoe ik daarop reageer. Ja, Tata Steel moet groene staal gaan, we moeten voorop gaan lopen. Het kan ook, er zijn genoeg schone, veel schonere fabrieken, staalfabrieken dan Tata Steel. Dat de overheid daar mogelijk ook bij kan helpen met bepaalde, duwtjes in de rug, subsidie wellicht. Maar niet als dat weer in de zakken van de aandeelhouders vloeit. Hè? Als laatste grijs, als het gaat over de draagvlak, de investeringen voor verduurzamingen die de afgelopen jaar, als het gaat over consumentenkant, je zonnepanelen op het dak, groene auto's, daarvan weten we dat dat geld voor 90% naar de categorie 10% rijkste is gegaan. Ja, dat vind ik ook een groot dat probleem. Is echt niet goed, weet je. Dus daar moeten we het ook over hebben. Dus, Dat betreft gaat die polarisatie natuurlijk ook veel meer dan alleen over kennen. Ik wou toch eventjes het rondje even afmaken. Ik wou graag Amanda hierover horen. Van wat denk jij? Zijn wij in staat om de polarisatie op dit thema achter ons te laten? Ja, ik hoop het, want we hebben een kans van 1 op 4 dat we aan het eind van deze eeuw op 4 graden opwarming zitten met het huidige beleid. Dus ik hoop dat we gewoon voorbij het gekibbel kunnen en gewoon gebruik maken van alle CO2-vrije technologieën. En Frederik heeft een hele mooie presentatie gegeven over nieuwe generatie kernenergie. Het veiligheidsprobleem is volgens mij wel opgelost, is ook de conclusie van JRC, dat nieuwe generatie kernenergie juist een ontzettend veilige vorm van energie is. En het is CO2-vrij, dus waar hebben we het nog over? Weet je, dat... En ik heb nog wel een vraag over de kosten trouwens. Worden de kosten wel eerlijk vergeleken, bijvoorbeeld tussen zonnepanelen en kernenergie? Wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld dat zonnepanelen nu nog niet recyclebaar zijn en dat ze een levensduur hebben van 25 jaar, dat die allemaal vervangen moeten worden? Worden die kosten ook allemaal meegenomen, vraag ik me af. Nou, dat zijn hele goede vragen, denk ik. Te complex om dat op dit moment te beantwoorden. Wordt steeds gezegd, kernenergie is duur. Hè? Dus dan vraag ik me af van, is die vergelijking wel eerlijk? Daarnaast denk ik ook, het is duur voor een particulier bedrijf, maar als samenleving is het helemaal niet zo duur, weet je. De zorg is duur, zekerheid is duur, maar Amanda, kernenergie is echt niet zo duur. Mag ik? Ik denk dat je daarin ook de wetenschappelijke feiten moet volgen, maar goed, laten we die discussie niet volgen, maar wil jij hem in je achtertuin hebben dan die kernenergie? Ja, graag. Ja, zeker. Okay. Ja, zeker. Dat vind ik ook nog wel een element. Het is een hele betrouwbare bron van energie. Je kan er heel veel energie mee opwekken. Gewoon continu. En ook qua kostenplaatje. In Frankrijk betalen ze veel minder voor energie dan in Duitsland. Dus dat zou juist jou moeten aanspreken dat de burger minder betaalt voor de energierekening. En het is ook, wie heeft zonnepanelen? Ja, mijn partijgenoten hebben heel vaak zonnepanelen. VVD'ers, die hebben warmtepompen, zonnepanelen. Het is echt voor mensen met hoge inkomens, zulke dingen. Maar ik mag ik hier nog iets aan toevoegen? Juist de SP. Ja, daar wil ik daarna naar Micha, want die wil ik Micha ook aanhouden. Amanda, juist de SP zou ervoor moeten zijn, want een lage energierekening. Ja. Laten we dan die privatisering terugdraaien. Hè, laten we dan gewoon zeggen, het is een publieke voorziening. Daar kunnen we wat mij betreft over praten. Want daar Renske, zit de kostenstijging voor de lage inkomens. Ja, daar moeten we het over hebben. Dat is een heel interessant idee. Geloof het of niet, maar ik hoor steeds meer VVD'ers die er ook zo over beginnen te denken.
Ik wil Misha nog als laatste, ook als panelid, ook over die vraag horen. Van, denk jij dat wij die polarisatie voorbij kunnen komen? Ik vind dat wel een hele interessante, want ik denk, als ik zeg maar wel iets scherper dan Amanda, in die zin dat ik denk van ja, we hebben alles nodig en we hebben elkaar nodig. Laten we voorbij het gekibbel gaan, maar ik ga nu toch even kibbelen. Ik denk dat er meer rechtse huisjes om moeten om kernenergie en hernieuwbaar van de grond te krijgen dan linkse huisjes. Ik denk dat links uiteindelijk wel over zijn eigen schaduw heen kan stappen. En als we nou echt naarmate de energietransitie vordert van wat zijn nou die rationele beslissingen. Maar als ik kijk van hoeveel geld er nog in fossiel zit. Als ik kijk hoeveel hoe moeilijk er gedaan wordt om gewoon een keer een goede CO2-tax te hebben. Dan denk ik van ja, volgens mij is het toch de CDA en de VVD die zich een beetje achter de oren moeten gaan krabben van... We hebben nu die hele energietransitie eigenlijk voor een heel groot deel bij de markt neergelegd. We hebben een heel groot deel bij de lokale bestuur neergelegd. Nou, ik kan vanuit Amsterdam aangeven hoe ingewikkeld dat is. Iedereen wil het alleen maar hebben over de nationale energiestrategie. Alles is namelijk nationaal beleid. Dus ik denk, ja, je moet wel naar een overheid toe die ook wel een beetje met de vuist op tafel gaan slaan en zegt, well, nu moeten we een energievisie gaan uitrollen en lange termijn. Want ik lees ook dat in Azië heel veel van die kerncentrales veel sneller gebouwd worden, dat de overheid daar gewoon met een lange termijnvisie komt en ook niet bang is om een beetje als de sterke overheid op te treden. Zodan weer vier jaar Rutte krijgen van, ja, visie staat alleen maar in de weg, dan zie ik het niet gebeuren. Dus ik denk als we op het standpunt zitten van, nou, hernieuwbaar en kernenergie, het kan elkaar verstevigen. We moeten er ook echt heel veel gaan veranderen aan hoe we die samenleving om dat energiesysteem heen gaan bouwen. Die beweging zie ik nog niet bij de huidige politiek. Het is nog allemaal wel heel erg voorzichtig. Dus ik zou toch ook heel graag een keer een rechtse leider willen zien die een keertje echt een coherente visie uitspreekt. Nou, Misha, ik denk dat Mark Rutte toch wel wat credit verdient dat hij toch heeft uitgesproken van wat ons betreft komen er kerncentrales in Nederland. Want het is nog wel een gevoelig onderwerp. Het is nog best wel taboe. En het is echt wel de VVD die heeft gezegd, we gaan hier serieus naar kijken. Ja, maar je kan er ook overal van zeggen dat je er serieus naar gaat kijken. Kijk, wat hebben we in Nederland gedaan? We hebben gezegd, in plaats van dat we zeggen van nou, we gaan een keertje goed energiebeleid voeren. Grootverbruikers gaan wat meer betalen. We gaan een CO2-tax invoeren. Hebben wij een jaar lang eigenlijk alle sluizen opengezet voor de lobbyisten van GasUnie en RWE en allemaal van zulke soort mensen. Kernenergielobby was geen eens uitgenodigd om te komen praten. Daar is een akkoord uitgekomen dat in essentie gewoon een feestje is voor de fossiele industrie. Met subsidies om houtblokjes in kolencentrales te verstoken. Ja, oké, er is ook stappen op wind op zee gemaakt. Wordt kernenergie is geen eens gevallen. En volgens mij is het toch wel echt omdat Rutte gewoon heel flexibel meebeweegt van wat leeft er in de samenleving. Maar als je kijkt naar 4 jaar het Groenste kabinet ooit, is er weinig gedaan om die droom van de grond te krijgen. We gaan nu echt met een lange termijn visie aan de slag. We gaan nu echt geld uit de fossiele industrie bevrijden. Ik zou zeggen, kom maar eens met een wet als hij het echt meent. Dat die 17 miljard die ABP elk jaar in fossiele brandstoffen steekt over de grens, dat het gewoon niet meer mag. Dan kunnen we het ergens over hebben. Dan komt er ook cashflow, denk ik, voor nieuwe innovatieve dingen. Maar ik zie het nu nog niet gebeuren. Oké, ik zit even naar de tijd te kijken. Ik had eigenlijk 5 stellingen voorbereid en we hebben er nu eentje besproken. En het is 9:55. Denk van, nou, wat zullen we doen? Laten we nog één stelling proberen een andere stelling proberen voor te zetten. Michiel, zou dat nog lukken? Ja, ik krijg hem wel op het scherm getoverd, Gijs. Dus eigenlijk een stelling in het verlengde van wat Ruud zo straks gesteld heeft, nummer 2. Dat gaat over die scenario-studies. Misschien een erg complex onderwerp, maar eigenlijk toch wel heel erg mooi, denk ik, in het verlengde van de discussie die we nu gevoerd hebben. Ja, staat hij al. Dat gaat over het uitvoeren van scenario-studies. Dat klinkt heel technisch en ingewikkeld allemaal, maar dat is eigenlijk een heel verbazingwekkend gegeven, dat aan de klimaattafels eigenlijk de vraag helemaal niet gesteld is wat voor Nederland een optimale mix is. Die vraag is niet gesteld, ook niet beantwoord. Ook niet beantwoord in de rapporten die afgelopen jaar verschenen zijn.
eigenlijk een heel raar gegeven. Hè. Wij zouden, en ik denk eigenlijk, dan kijk ik ook weer naar goede oude socialistische principes, wat kost het ons allemaal samen? Ja, dat is toch een hele interessante vraag voor de overheid. Hè. De overheid die zeg maar diep in de buidel tast om deze transitie mogelijk te maken en daar inderdaad een enorme stapel miljarden aan spendeert. En dan toch niet helder heeft op wat nou eigenlijk de voordeligste route is. Sterker nog, dat ze niet eens vraagt naar die meest voordelige routes. Dat vind ik zelf een verbazingwekkend gegeven. Ik zie Henry knikken. Even de toelichting hierop. Ik bedoel, wat ik zeg, dat is toch niet onjuist, of wel? Nee, dit is een heel groot issue, wat mij al jarenlang irriteert ook. Kijk, we maken in Nederland wel wat ze dan noemen scenario-studies. En scenario-studies, daar begin je eigenlijk met een set uitgangspunten en dan reken je door wat de consequenties zijn. En dan even in technische termen, je verkent de uithoeken van het speelveld. Maar uiteindelijk, wat je erin stopt, krijg je eruit. Maar er zijn weinig optimalisatiestudies gedaan. En in een optimalisatiestudie kijk je, wat is nou de meest efficiënte of kostenefficiënte route? Ja, daar kun je ook nog wel wat afslagen maken, want je kunt zeggen, nou, bepaalde opties willen we er wel of niet in hebben. Maar mijn idee is dat we inderdaad veel te veel in de mist aan het varen zijn, want we hebben geen duidelijke route waar we naartoe willen. Ja, dus als je het dan hebt over marktwerking en laissez-faire beleid, we laten nu de markt ook maar die mix bepalen. Hè? Dus de overheid stuurt niet. De overheid stuurt niet eigenlijk ja, hoeveel wind en zon op land. Dat laten we een beetje zo aan de markt over met SDE-subsidies. En ik denk dat we nu steeds meer achter gaan komen dat de overheid daar veel meer sturing aan moet geven. Dus ook aan verschillende technologieën. Want bijvoorbeeld iets als geothermie of de productie van groen gas gaat niet in de huidige SDE-systematiek groeien. Terwijl we weten dat we het allemaal nodig hebben. En ik denk dat je inderdaad veel meer optimalisatiestudies moet gaan doen. En dan kun je ook bepalen van oké, als we kernenergie wel in die mix zetten, wat gebeurt er dan? Dus als het mij zou lukken om nog ooit in die Kamer te komen, dan zou het wel een van de moties zijn die ik zou gaan indienen. Ga fatsoenlijke scenario-studies maken. En begin ook eens, want dat is ook een andere doorn in mijn oog, begin eens verder te kijken dan 2030. Alle doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving gaan tot 2030. Eigenlijk is 2030 niet interessant. Het begint pas interessant daarna te worden. Omdat dan de hele industrie, de echte moeilijke stukken van de energievoorziening, die gaan dan ook verduurzamen. Elektrificatie, waterstof. Dus die impact, die gaat daarna pas zichtbaar worden. Dus we varen nu op 2030. Nou, dat is veel, veel te korte termijn. En we varen toch in de mist, omdat we geen eindplaatje hebben. En volgens mij moeten we dat gaan repareren in het Nederlandse klimaatbeleid. Ik zie veel mensen knikken. We zijn het misschien wel over meer dingen eens dan we van tevoren gedacht hadden. Renske, ik wou trouwens nog wel eventjes ook naar Ruud toe. Omdat ik eigenlijk nog niet echt goed gehoord heb wat... Kijk, eventjes helemaal terug naar de presentatie van Vitabeck. Als het nou inderdaad €2000 de kilowatt kan om deze centrales te realiseren, dan vermoed ik toch dat er in die mix een heel ander plaatje ontstaat. Is dat niet zo? Want je hebt zelf gezegd, nou, ik geloof dat kernenergie duur is, maar stel dat een bedrijf als Hitachi erin slaagt om deze claim waar te maken. Nou, even twee dingen. Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we tot nu toe nog geen kernenergiecentrales zijn gaan bouwen, want dan waren we geëindigd op €150 per megawattuur. Of in termen van kilowattprijzen €18.000 per kilowatt of iets dergelijks, wat Flamanville op dit moment waarschijnlijk gaat kosten volgens de Franse rekenkamer. Dus wat dat betreft mogen we heel blij zijn dat ze in Frankrijk en Engeland en Finland wat research voor ons gedaan hebben. En als we dat dan weer doen, dan kunnen we het slimmer doen. Als het €2000 per kilowatt kost, nou, dan hoeven we deze discussie niet te hebben, want dan is het goedkoper dan een windmolen. En dan produceert hij ook nog het hele jaar door. Dus ja, dan zal misschien niet iedereen voor zijn, want dan heb je natuurlijk nog steeds het afval- en veiligheidsprobleem misschien. Maar dan krijg je wel heel wat meer voorstanders. En ik zie zelfs Renske al knikken, dan wil ze misschien ook wat tekenen. Maar het probleem is natuurlijk, als je aan GE vraagt van, nou prima, die €2000 per kilowatt, dat klinkt wel goed. Waar kunnen we precies tekenen? Dan vermoed ik dat er een contract van 600 bladzijden komt, waar die 2000 juist niet meer in terug te vinden is, maar wel heel veel andere dingen waar je aan moet voldoen. Dus ik zou eerlijk gezegd dan toch nog wel een klein beetje van een korreltje zout willen nemen. Maar, en ze zeggen trouwens ook niet 2000, hè? Ze zeggen 2000, ik geloof bij de 20ste.
Dus de eerste die gaat sowieso al 3500 kosten, geloof ik, of zo. Maar goed, ook 3500 zou natuurlijk een fantastisch getal zijn, hè, als je het vergelijkt met de 18.000 of zo van Flamanville. Maar ik vind eerlijk gezegd, die hele discussie over kostenoptimalisatie is wel heel spannend. Maar je moet van mijn part, ik vind dat je moet beginnen bij welke economie wil je in 2050 hebben. Hoeveel energie gaan we dan precies gebruiken? En wat Renske Leijten zei, hè, je gaat alles kunnen met de zon doen voor huishoudens bijvoorbeeld. Nou, dat kan absoluut. En ik ben ook van overtuigd dat dat gaat gebeuren. Wij hebben in onze studie 100 gigawatt genomen. Ik denk dat het misschien wel 300 gaan worden in 2050. En daar kan je onwaarschijnlijk veel energie mee opwekken. Alleen, wat je moet afvragen is, waar gaat die energie vervolgens allemaal nog verder vandaan komen? Want ook met die 300 gigawatt zon ben je er nog niet. Hoe gaan we dus, als je het nou weer over Tata Steel hebt bijvoorbeeld, om even bij dat voorbeeld te blijven, moet die bij een kerncentrale? Ik had natuurlijk de valse tegenstelling tussen werkloos of een kerncentrale in je tuin. Ik denk dat er nog een andere tegenstelling is tussen die kerncentrale of de waterstof bijvoorbeeld uit Congo halen. Hè, wat Duitsland nu doet. Nou, dat kan een oplossing zijn, maar willen wij ook in 2050 afhankelijk zijn van Congo? Dat weet ik niet, maar dat zijn politieke vraagstukken. En gelukkig zit ik niet in de Kamer, maar Renske en misschien Henri straks wel. Dus dat mogen jullie fijn antwoorden. Nou ja, dat realiseer ik me ook wel, dat deze discussie eigenlijk ook heel erg gaat over wat voor toekomst willen we met z'n allen. Ja, Renske, jij wilde al eerder wat zeggen. Kijk, wat volgens mij heel erg nodig is dat je niet alleen kijkt van wat moet de energiemix zijn. Je moet natuurlijk weten hoeveel hebben we nodig, maar ook gaan we het organiseren. En dan ben ik in ieder geval heel erg voor democratiseren. En dat betekent dat je dus minder markt en meer regie, of misschien wel gewoon de regie hebt. En we hebben prima voorzieningen, bijvoorbeeld voor het onderwijs of het aanleggen van de snelwegen, waarop de overheid prima regie voert. Maar het uiteindelijk natuurlijk door gewone ondernemers of in het geval van onderwijs gewoon door stichtingen wordt gedaan. En dan is er het VVD-frame altijd, nog heel actueel, die meteen als je die discussie voert zegt, oh ja, jullie willen de kinderopvang gratis, dan krijg je staatscrashes. Ja, dan houden jullie de polarisatie in de lucht. Ik denk dat als je heel nuchter gaat kijken naar het voorzieningeniveau in ons land, waar energie natuurlijk een heel essentieel wezenlijk ding van is, dan moeten we ons ervoor zorgen maken dat 1,4 miljoen huishoudens, 1,4 miljoen, dat die in energiearmoede leven. Dat die huizen niet geïsoleerd worden. We hebben vannacht die brand gezien, of vandaag die brand gezien in de Schilderswijk. Dat zijn allemaal slecht onderhouden huizen. Dat is achterstallig onderhoud, waar ook energie een rol in speelt. En ik zou daar nou ook zo graag naar kijken. Dus Henry, laten wij ervoor zorgen als jij in de Kamer komt, dat we die regiestudies goed gaan laten doen. Onafhankelijk ook gaan laten doen. En laten we er ook met elkaar voor zorgen dat we cruciale stappen van wie is die energie? Hoe wekken we die op? Hoe besteden we die? Dat we dat meer democratiseren. En dit is wel het moment, want ik weet ook dat de VVD natuurlijk best aan het schuiven is met ook na de coronacrisis van nou, misschien is de markt niet altijd beter dan de overheid. Durf daar dan, denk ik, ook in los te laten dat je meteen reageert als er een voorstel zoals bijvoorbeeld de kinderopvang moet gratis. Nou, wie stond er aan de interruptiemicrofoon? Dijkhoff te praten over staatscrashes. Ja, dan, dat is een andere discussie, maar net zo'n wezenlijke discussie. Hoe organiseer je de samenleving? Wat vind je behoren bij het voorzieningenniveau? Volgens mij zou het heel goed zijn als we die discussies goed gaan voeren. En liggen we denk ik veel dichter bij elkaar, als gewoon burgers van dit land, dan dat de politieke partijen inderdaad polariseren. En de SP is ook een prima partij om te polariseren. Ik bedoel, dat weet ik ook. Hè? Mag ik iets toevoegen aan Renske? Want, kijk, dat is de laatste dan, want het is na het zin inmiddels. Ik denk van dat is wel heel gezellig, maar nog even. Nee, ik denk dat je de discussie over markt versus overheid en samenleving moet je niet heel zwart-wit voeren. Want zeg maar, een sterke markt kan ook met een sterke samenleving en een sterke overheid samengaan. En Winter op Zee is daar het perfecte voorbeeld van. Je hebt een hele sterke overheid die regie voert en een sterke markt. En daardoor hebben we nu relatief goedkope windparken. Kijk, juist Renske weet ook dat er niet alleen sprake is van marktfalen, maar soms ook van overheidsfalen. Want die overheid kan ook hele domme fouten maken. En in het geval van sociaal klimaatbeleid denk ik dat ik het er erg met haar eens ben.
Kijk, maar ik zou zeggen, ja, het is niet de markt die ervoor zorgt dat sociale huurwoningen niet geïsoleerd worden. Het is ook gewoon de overheid die daar vervolgens geen normen voor stelt. En dat zijn volgens mij dingen die je gewoon kunt regelen als je dat politiek wil. Ik werk zelf bij een netbeheerder, dat is een monopolist. En weet dus ook wel wat marktdruk kan doen. Marktdruk kan bedrijven ook efficiënter maken. En je ziet dus dat het wel een struggle is voor bedrijven die zeg maar geen marktdruk hebben om efficiënt te blijven werken. Dus laten we de discussie over markt en overheid niet zwart-wit voeren. De markt kan echt ook hele goede dingen doen, maar dan moet de overheid ook wel een sterke overheid willen zijn. Ik ga naar een afronding toe. Als ik het mag voegen. Nou, de allerlaatste. Nou, ik wil er nog wel over zeggen van je hebt natuurlijk marktwerking in de zin van bedrijven die iets doen wat heel goed is. Maar er is ook wel een enorme disconnect, denk ik, met gewoon het marktdenken van de overheid. Want het gaat nog even over die scenario-studies. We zijn aan de ene kant bezig met proberen we heel veel energie op te wekken. Maar we zijn er ook als een gek industrieën, als datacenters naartoe aan het halen. Dus ik denk dat we ook wel iets fundamenteler moeten gaan nadenken over van hoe richt je een economie in. En dat is volgens mij niet naar de buitenwereld roepen van zet hier al je datacenters neer. Want dat zijn gewoon eigenlijk hele parasitaire bedrijven. Die vreten je hele stroomnet leeg. Die vreten je hele watervoorziening leeg. En vervolgens als je daar politici van allerlei gremia, echt van GroenLinks tot aan de VVD mee confronteert, dan krijg je het antwoord, als wij ze niet zouden bouwen, dan doet een ander het. Dus ik denk van dat denken moeten we ook wel af. En dat is misschien, dat gaat misschien nog verder dan marktdenken, maar dat is echt gewoon neoliberaal denken. Het idee van alles wat voor bedrijven goed is, het zou automatisch voor ons ook wel goed zijn. Ik denk dat we daar ook vanaf moeten. Nou, dat is misschien een mooi bruggetje naar het einde. Ik denk van, ik ben toch wel een klein beetje blij met die datacenters, omdat we anders deze discussie op deze manier helemaal niet zouden kunnen voeren als we ze niet hadden. Dus in die zin, we maken die maatschappij toch echt samen. Ik vind het ontzettend goed om hier samen over te praten. Ik heb ook het gevoel dat er meer ruimte zit in de standpunten en dat er meer ruimte is om bij elkaar in de buurt te komen dan ik misschien van tevoren had verwacht. Ik wil alle presenters en de deelnemers aan de discussie enorm bedanken voor hun aanwezigheid hier met ons vanavond. Ik heb nog één aftitelende dia voor iedereen. Ik wil iedereen bedanken voor de aandacht voor dit verhaal. Maar toch nog even afsluiten met een kleine commerciële boodschap. Wij organiseren deze bijeenkomsten. Het is allemaal vrijwilligerswerk wat Elise doet. Het soort webinars dat we nu hebben, dat zijn kosten aan verbonden. Dus als u het belangrijk vindt dat dit soort bijeenkomsten gehouden wordt, dat hierover gepraat wordt, dan zou het heel plezierig zijn als u ons met een gift zou willen steunen. Laatste is dat wij op 1 juli het volgende grote webinar willen houden. En dat zal gaan, daar zal dus die Europese taxonomie centraal staan. We hebben daar in ieder geval al de spreker voor, Jan Huytema van de Liberali-fractie in het Europarlement. We hebben een aantal andere hele interessante sprekers op het oog. En ik denk dat het onderwerp, en dat is eigenlijk wat we vanavond Ruud al eventjes kort aan duiden, het idee dat kernenergie gewoon een sustainable technologie is, dat is bij veel mensen nog niet echt geland. Dat moet ook heel veel uitgelegd worden. Wat mij betreft gaan we ook ongeveer 15 seminars plannen over kernafval, om daar eens een keertje eens voor al die misverstanden over uit de weg te ruimen. Maar we beginnen en we zijn goed op weg. En ik ben bij deze bijeenkomst vanavond ben ik zelf in ieder geval heel blij. Ik hoop dat u er ook van genoten heeft. En ik hoop dat u ons nogmaals komt bezoeken. En laten we het gesprek vooral voortzetten. Dank allen. Dank ook Gijs en iedereen voor het organiseren. Ja, dank u wel iedereen. Fijne avond. Fijne avond. Tot ziens.